grote droom dat ik leef, tot een dag komt dat geen één meisje die wordt besneden. Het is echt verschrikkelijk. Ik ben trots op dat ik na 45 jaar dit mocht delen met professionals. Mannen hebben een heel erg belangrijke rol in het huis voor meisjesbesnijders te bestrijden met hun vrouwen samen deze oude gewoonte bespreekbaar te maken. Dat traditie wereldwijd stopt, dat we alle andere meisjes kunnen redden, maar de slachtoffers niet vergeten, want zij hebben er is hun iets aangedaan.